Pietro, komt u verder. Komt u verder, dit is de kamer, waar, of eigenlijk de salon, waar Pim altijd zijn gasten ontvangt. Alle boeken staan wel een beetje door elkaar, dat is jammer genoeg. Er is geen volgorde in ieder geval. Er zitten ook kookboeken tussen. De NRC heeft in de tijd Herman de Butler op het bureau gelegd. Eigenlijk uit PI-tijd, de volgende dag. We hebben ook alles zo laten liggen zoals het was na 7 mei. Er is niets veranderd in het huis. En we hebben hier ook Pim zijn laatste werkdag. Luut de Wild, tussen 3 en 6. Nou, helaas is hij hier niet meer toegekomen, want 7 over 6.
Het is leuk, hè? Die kroonluchten erboven en dat fonteintje met die bladeren erin. Als er water in die fonteintjes zit, dan is het net of die blaadjes drijven in het water. Heel apart. Hebben we hier ook nog een lamp, een Venetiaanse lamp. Al die krullen, die kunnen er allemaal handmatig uitgehaald worden. En waarom zouden mensen dat doen? Om schoon te maken. En hier nog weer een mooi hoekje. Waar gebruikt u dat voor? Nou, Pim die was, denk ik, was echt een schoon typje hoor. Hij was er vaak zijn handen. Zag er ook altijd lekker fris uit, ja. Ja, decoratie. Gaan we nu naar de private dining room. Private dining room? Private dining room. Ja. Pim die at hier met gasten. Maar hij had die tafel gekocht. En die tafel was een meter te lang voor deze kamer. Heeft hij de kamer uit laten bouwen en een nieuw balkon laten maken. Als u de kleding van Pim even wilt zien, hebben we hier achter een speciale kamer voor. Wij worden daarmee geholpen door het Historisch Museum. Die adviseert ons hoe we alles moeten bewaren. Hierachter hebben we de meeste pakken van Pim. En dan kan je ook zien hoe geordend hij was. Want zijn dassen, alles hangt nog zoals Pim het achtergelaten heeft. Een pak met dassen, zijn pantalon erachter, eventueel een vest hiervoor. Zo deed hij dat allemaal. Hebben we hier nog zijn stropdassen, die zijn zijn fameuze stropdassen. Die worden, dat zegt ook het Historisch Museum, dit moet je allemaal met zuurvrij papier bewaren. Dat zijn hele bijzondere dassen, want er zit paardenhaar in verwerkt. En dan zijn ze ook zo stuk. Ja, dat was in Groningen. Hoorde ik van Martin Fortuyn, de man die iedereen kameraad. Dat typeert ook wel het jasje, hè? Het bekende lenenjasje. Heeft hij ook nog een lerenperiode gehad? Liep hij met grote laarzen, lerenbroek, lerenjas door Rotterdam te stappen? Dat heb ik ook gehoord, ik heb het jou nooit gezien, dat heb ik ook gehoord. Hier hangen, nou ja, en dan hebben we ook nog zijn toga. Dat is ook heel erg leuk. U ziet, we hebben een antimot hier in huis. Er staat ook weer WSP Fortuyn in, hè? Toen je hoogleraar was. Ja. Ja. Zullen we eventjes van het balkon de tuin filmen? Dat is echt bijzonder. Er zat een mooi priëel in. Er zat echt een mooi beeld in de fontein die dag en nacht eigenlijk aan is. Zelfs als het vriest, dan krijg je een prachtige klomp ijs op. Ik zal even de tuindeuren openmaken. Waarom? Boom. Zullen we even naar Pim zijn slaapkamer gaan? Wanneer u nou even naar dit glas en lood in kunt zoomen, dan ziet u ook Pim zoals hij onder de douche staat. Nou vind ik het dan niet zo heel erg lijken, maar als je zijn hoofd wegneemt, lijkt het misschien wel zo. Hoe weet u dat? Dat weet ik niet, maar lijkt me. Neem me aan. Neem me aan. Ja. Apart is dat. Alles is ook zo gebleven, hè? Echt ook alles wat in die kastjes zit. En er zijn ook films en foto's aan gemaakt. Voor een of andere blad. Story was het geloof ik. Story, zat in een bad. Ja. En we hebben hier zo'n douche. Dat u net zo hier aan de buitenkant dat Pim dus zogenaamd onder de douche staat. En dit is dan zijn douche. We hebben een wasplaatje over, anders waait het weg. Zijn laatste peuk. Ja, zijn laatste peuk, ja. En dit is zijn bed. Ja, dat is zijn bed. We hebben dus een sloffen voor zijn bed gezet. Sommige mensen vinden het dan een beetje eng hoor, zeg ik erbij. Maar ja, toch is het zo. Ik bedoel, hij is morgens weggegaan en Roos heeft dit allemaal achtergelaten. Ja. Onze boeken ook liggen nog. Hij las heel veel.
Wat liggen er voor briefjes naast zijn bed? Nou, dat zijn wat kaartjes en ook nog de stemkaart. Oké. Okay. Maar daar is hij natuurlijk niet meer aan toegekomen. Nee. Jammer genoeg. En verschonen jullie het bed ook regelmatig? Ja, en luchten ook. Doen we het raam open en leggen we daar alles neer. En haal je bed dan af? Halen we af, ja. En dan hebben we ook nog wel eens humor, want dat moeten we hier ook nog wel eens hebben natuurlijk. Anders worden we weer helemaal triest. Ja. Dan zeggen we, nou, Pim kwam weer lekker fris naar bed. Het is weer schoon. Hè? Ja. Doe moet toch ook wel eens een beetje lachen. En dit was altijd al de keuken? Ja, het is altijd zo geweest. De vloer is hetzelfde, de meubels zijn hetzelfde. En als u nu even hier wilt kijken naar die een hele leuke wijnkelder. Ik zal even licht aan doen. De meeste wijnen zijn uit Italië, want Pim was helemaal gek van Italië, zoals u wel gezien zult hebben in het huis. Dat beeld werd hier vervoerd over de weg. Rechtsopstaand, de tunnel bij het Hofplein, is niet bovenlangs gegaan bij de beste brave man, maar die is door de tunnel gegaan. En wat gebeurde? Toen sloeg het hoofd eraf. Die was zo verschrikkelijk geschrokken, heeft hij provisorisch gerepareerd met een bandage om zijn nek. Dus Pim die kwam hier over dat GW Burgerplein, net in het pauze van de kinderen, wat jullie nu ook horen. Nou, die mensen wisten niet wat ze zagen. Die bekogelden met bierblikjes en alles en nog wat colablikjes. Nou, toen hebben we het beeld even neergezet. En omdat Harry mensen nog een beeld had, hebben we het volgende dag s'morgens ook omgeruild. En zo staat het nu hier, zoals het moet zijn. Ja. We stoffen hem wel eens af, hè? Nou. Ja. Stoffen of een beetje met nou, zon? Nou, we maken hem wel eens een beetje schoon. Okay. En 's winters heeft hij een mooie krans van sneeuw. Ja, het is zo'n toepetje op, heel leuk.